Nou ga jij een theatertour doen. Je hebt al in het theater, althans in een heel groot theater gestaan, om even zo te zeggen. En ik vind ongelooflijk bijzonder eigenlijk hoe mensen op jou reageren. Deze mensen komen allemaal voor Rudolf en die willen allemaal handtekening, foto of iets van Rudolf. Stralen met Prins. Ja, ik kijk Andrea staan met die lekkere hapjes. Mensen kunnen niet wachten. 3, 2, 1. Gastheer van vanavond, Rudolf van Veen. Goedenavond allemaal. Jeetje. Zo, andere talenten. Een kalfsentrecôte met een ratatouille, aardappelpureetorentjes en een heerlijke béarnaise saus. Zeg lekker. Ja. Nou weet ik dat je risico neemt door het zelf in theater te investeren. Dus of er kan geld uitkomen of niet. Maar als het niet goed gaat, dan moet je echt naar Duitsland. maar als ik dit zie, heb je daar toch helemaal geen zorgen over? Daar komen mensen... Nee, zorg niet. Maar dit is heel leuk. Ik heb eerst eens geprobeerd om een ultiem kerstboek te maken. Een wens van al heel lang. Een kerstboek wat heel compleet is, hè, waar niet alleen maar de typische kerstgerechten in staan, maar schooltractaties, er zitten heel veel bakken in, noem maar op. Ja, en toen dachten we, dat moet je eigenlijk verlevendigen. Want wat ik steeds hoor van mensen die naar televisieprogramma's kijken, is dat iedereen steeds zegt, jammer dat ik het niet kan ruiken, niet kan proeven. Ja. Nou, we gaan nu het theater in, 27 theaters in Nederland. Dus we proberen overal te komen en te zijn. We beginnen 12 november en gaan door tot 2 dagen voor Kerstmis. Dus vanaf half november tot de hele maand december zijn we in het theater. De show heet ook Rudolf's Christmas. En het is een avondvullende culinaire show. Zowel koken en bakken. Maar mensen kijken dus of die kijken naar hoe jij op het toneel kookt. Ja, maar ze kunnen het ruiken. Ze zitten erbij. Mensen die van kerst houden, die worden helemaal ondergedompeld in de kerstsfeer. Het is een show die voor 3 generaties staat. Dus als je jonge kinderen hebt vanaf een jaar of 5, neem ze mee. Neem opa en oma mee. Want er is niet zo heel veel in het theater. Behalve misschien Jan Jaap. Wat echt leuk is voor 3 generaties. Er wordt gekookt, gebakken. Alle gerechten. Als er nou een ding is wat je 3 uur in de oven moet zetten. Gaan mensen dan 3 uur zitten wachten? Nee, dat is een goede vraag. Hey. 2 uur. We hebben wel wat voorbereiding. Maar gaan wel alles live koken. Alles wat gemaakt wordt gaat de zaal in. Er worden mensen uitgenodigd vanuit de zaal om te komen helpen in de keuken. Dus als je nou van koken houdt, of van bakken, of van kerstmis, ja, dan is die theatervoorstelling prachtige muziek van Barbara Straat, of zoals hier gisteren. Oh. Geweldig, die gaat de hele kerstentourage verzorgen, muzikaal. Dan is dat eigenlijk mijn droom, als je zegt 30 jaar in het vak, waarvan 15 jaar in media. Wat is dan de kerst op de taart? Dit. Dat is het publiek aankijken en samen de ultieme kerstshow beleven in de Nederlandse theaters. En daar kijk ik enorm naar. Ik zeg Rudolf nog een kleine 30 jaar erbij. Begin theater, ja, misschien Duitsland. Je weet maar nooit. Je weet het nooit. Maar... veel succes. Dankjewel. Dank je wel. Rudolf van Veen.